De binnenstad van Middelburg heeft na Nijmegen en Haarlem het meest diverse winkelaanbod. Dat blijkt uit onderzoek naar winkelgebieden van het Centraal Bureau voor de Statistiek. We vroegen mensen op straat waarom ze graag in Middelburg winkelen. Ik woon hier, ik kom hier graag winkelen. Het is makkelijk. De verscheidenheid van kledingzaakjes, van eetentjes, van boekwinkels, noem alles maar op. Ja, het is leuk en ja, het zit wel snor. Ja, heel veel verschillende winkels. Veel uitzoek. En af en toe de HEMA in. En wel jammer van de V&D natuurlijk, dat hij er niet meer is. Ik denk dat veel mensen dat misschien wel zeggen. Kleding, schoenen, drogisterijen zijn er veel. Speelgoedzaken. Ja, en het is gewoon gezellig. En ja, het is een knusse stad gewoon. En ze hebben leuke winkels tegenwoordig. Vroeger niet zo, maar nu wel. Nee, wat was er vroeger dan niet? Wat er nu wel? Veel verwaarloosd en een beetje burgerlijke winkels. En nu zijn het echt een beetje dus moderne en sophisticated winkels. Dat vind ik wel erg leuk. Met de mode meegaande. En dan donderdags de markt. Dat is ook altijd heel gezellig. Het heeft verschillende winkels. Zeg maar als je van dure kleding houdt en niet van dure kleding. En eigenlijk voor iedereen wel mogelijkheid voor oudere mensen en jongeren. Ik winkel heel graag in Middelburg, want ik woon hier, dus dat vind ik wel leuk. Ja. En vergeleken bij andere plaatsen heb je toch wel iets meer soorten winkels als ergens anders. Maar op de derde plaats, dat kan ik me even niet voorstellen. Nee. Als je wat apart nodig hebt, kom ik in Vlissingen, maar voor de rest, goed. Middelburg heeft voor mij alles.